Minister Silvano Tjonaheng, plaatsvervangend minister van Financiën, stelt dat hij ermee eens is dat de regering moet inspelen op de plaatsing van de prijzen van goederen en diensten in vreemde valuta. Hij sprak journalisten vandaag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. De bewindsman merkt op dat het vraagstuk veel aandacht geniet op dit moment. Ik kan u garanderen dat daar zeker nu wel aandacht voor is, omdat ook gekeken moet worden naar de kleine markt. We zijn heel vaak in discussie. Ik ben eigenlijk nu pas bij betrokken als interim plaatsvervangend. Ik ken die termen soms ook niet zo goed. Maar goed, we hebben een verantwoordelijkheid. Kijk, die verantwoordelijkheid is voor ons allen. U heeft helemaal gelijk. Ik ben het absoluut met u eens dat we ook moeten gaan kijken naar wat we noemen die gedollariseerde markt hier. En dat er ook zaken moeten worden aangepakt. Wij hebben niet zo lang geleden ook het idee geopperd om ook op die markt te gaan kijken. En als die overheid afwezig is, dan moet die overheid zijn aanwezigheid tonen. De minister stelt dat de overheid zijn aanwezigheid kan tonen door bijvoorbeeld belastingen door te voeren voor personen die hun goederen en diensten in vreemde valuta prijzen. Zo wordt er volgens de bewindsman gewerkt aan formalisering en legalisering. Maar nogmaals, kijk, omdat zaken zo lang zijn scheef gegroeid, en dit is precies waarom ik steeds blijf herhalen dat we in een aanpassingsprogramma zijn. Want wat is de essentie van een aanpassingsprogramma? Het is wanneer je land zo scheef hebt laten gaan, wanneer je zo fout bent, je verdwaalt helemaal, dat je nu je weg terug moet vinden. Dat is een aanpassingsprogramma. En om die weg terug te vinden, gelooft u me, u en ik kunnen het eens zijn over de aanpak van huishuur. Maar wanneer ik het ga roepen, dan kunt u straks gaan lezen in de krant hoeveel kritiek ik ga krijgen over die uitspraak die ik daarnet heb gedaan. Omdat er altijd partijen zijn die vinden dat je komt aan hun belangen. En die overheid moet gaan manoeuvreren tussen al deze belangen die spelen. De een nog sterker dan de ander. Ja, uiteindelijk is het onze positie dat wij moeten kiezen voor hoofdzakelijk de belangen van de mensen die de minste kansen hebben. De mensen die het moeilijkst hebben, want zij zijn de kanslozen. Dus die overheid moet staan aan de kant van die mensen. Tjonaheng zegt verder dat het vraagstuk van dollarisatie vrijdag op agenda staat bij de regering. Hij merkt op dat dit onderwerp heel goed besproken moet worden, omdat bij dollarisatie veel consequenties zullen volgen voor de economie.